Hallo iedereen en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we reageren op Gijs en de rest van de titel. Maar ik hou het lekker op Gijs, want ik kan dit niet uitspreken. Met Niks Doen. We hebben een videoclip uitgebracht met de single Niks Doen. Ik ken dit vanwege Pokémon 30. Dat was echt vroeger de shit op YouTube. Al die Pokémon sketches. Uiteindelijk is die like Nederlands punkmuziek gaan maken. Die houdt toevallig van punkmuziek. Hoi, punk rock en metal hier. Abonneer alvast voor dat soort content. Laten we gaan. Ik ben benieuwd. Niks Doen. Let's go. Als ik niet in de weer ben, gewoon een lange weer ben, bekruipt me het gevoel alsof ik... Die beer vond ik al wel mooi. Ze moeten doen. Het afvinken van zaken, van mijn leven iets maken. Het vechten van de draken en mede met de rest. Maar soms zie ik het omgekeerd. En heb ik geen mensen meer. Stukken economische verkeer. Het schijnt aan de productiviteit. Die sketches tussendoor doen mij gelijk ook denken aan zijn oude content. Dat is leuk gedaan. Ik ben benieuwd of dan de zanger het officieel heeft gemaakt vroeger. Of ze dat echt samen deden. Ik heb wel gedacht van, is het handig om dit te uploaden op dat kanaal? Moet je niet gewoon een nieuw bandkanaal beginnen? Aan de ene kant is de band dezelfde naam. Heel veel mensen... hij heeft heel veel abonnees bijvoorbeeld. Vanwege zijn oude content. Maar die kijken nu natuurlijk niet meer. Het is totale content nu, want het is muziek. Ik vind het wel interessant hoe dat is gelopen. Weet je wel, hij was oprecht best bekend met die sketches of met die tekeningen van Pokémon, die filmpjes. Met Misty en haar hoofd. En nu doet hij dit. Ik vind het wel gaaf. Wat is er nou weer mis met niks doen? Niks doen, niks doen, niks doen. Ik kan er niks doen, niks doen. De sketchy. Ik heb toevallig pas een ander nummer besproken. Het ging over dat je ook liever lui kon zijn dan... maar met een moet werken. Je kon beter een uitkering hebben. Dat was van Roy King. En dit is eigenlijk een soort van... dat past perfect in de playlist met dit nummer eigenlijk. Niks doen. Soms is het inderdaad belangrijk om lekker niks te doen. En op zich is het best belangrijk om te bespreken. Want mensen zijn tegenwoordig alleen maar druk. He, ze zeggen dat ze het allemaal druk hebben. Want ze moeten werken, ze moeten sportschool, ze moeten dat, ze moeten zo, ze moeten zo. Dit moet trouwens niet allemaal. Jij kiest ervoor om dat te doen. Maar voor jouw energie... voor jouw je productiviteit, jouw doen, niet een burn-out krijgen, is het best belangrijk om soms even te zeggen, ik ga even niks doen. Dus oprecht iets, een goed nummer om je een keer aan te houden, doe gewoon soms even niks. Zou ik nog iets doen? Het is vrij onduidelijk waarom we er zijn, dus we projecteren, want de leegte doet pijn. Dat gaat de power van met exploitatie en winst. Bijproduct is dat de kark nooit meer stil zit en altijd op zoek gaan naar de volgende high. Elke keer dan net alweer dat tandje erbij. Terwijl dat ik weet dat eigenlijk alles er is. Waarom kan ik niet leven dat men een gemis? Wat is er nou weer mis met niks doen? Niks doen, niks doen. Oh, ik vind het echt catchy. Ik zie iedereen al bij het optreden staan. Niks doen, niks doen, niks doen. Lijkt me echt prachtig. Niks doen, ik kan er niks doen, niks doen. Maar ik heb dit in de tuin niet op de plek voor is. Soms wil ik niks doen, niks doen. Het is ook gewoon een lekker stemmetje. Het luistert gewoon lekker weg. Het is ja, echt goed. Ik vind het echt lekker klinken. Het is gewoon een beetje de oudere band, weet je wel. De Heideroosjes en zo. Iemand vergelijkt ook met Doe Maar. Ben ik het dan niet helemaal mee eens, maar ik luister te weinig Doe Maar om dat echt te zeggen. Ik vind het echt catchy. Het is gewoon lekker swingend. Het is een beetje partymuziek ook, weet je. Dat is vrolijker. Het gaat niet over iets heel dieps of zo. Het gaat over eigenlijk niks doen. Maar gewoon lekker swingen kan je hierop. Dat vind ik wel chill. Rock heeft meer van dit soort nummers nodig dan je gewoon... Gewoon lekker simpel, gewoon lekker losgaan. Gewoon, het hoeft niet altijd bloedserieus te zijn, weet je. Het kan ook gewoon soms iets leuks zijn. Het kan over iets heel vrolijks gaan, maar ook over gewoon lekker niks doen. Kan het ook over gaan. De laatste tijd zijn er wel heel veel van dit soort bands bijgekomen. Hè? De Nederlandstalige bands. Kijk naar Fokker vind ik bijvoorbeeld ook een goed voorbeeld. Roy King had ik het natuurlijk net al even over. Er zijn er vele andere bands die tegenwoordig dit soort muziek maken. Vind ik leuk. Het is gewoon wat minder rauwkost heb je ook. Ze pakken bepaalde thema's. Het is niet alleen maar van ik ga dansen, ik ga zingen en dat soort dingen. Het gaat over bepaalde dingen, maar het gaat wel om wat minder heftige dingen. Het gaat niet per se over... Op zich goed dat het besproken wordt hoor, hè, maar depressie, pijn, dat soort dingen. Moet je ook bespreken, liefdesverdriet. Maar dit is gewoon... Het gaat over lekker niks doen. Dat is ook belangrijk. Ik vind het leuk dat soort dingetjes nu ook worden gedaan. Rauwkos had een nummer over het zwarte goud. Dat was dan koffie. Hè? Koffie, daar word je wakker van. Dat vind ik gewoon mooi. Dat soort dingetjes. Ik vind het leuk dat dat meer tegenwoordig een ding is. Ik hou er echt van. probeer te mediteren, want dat analyseren gaat ook niet in de koude kleren zitten, ben dood op. Ik probeer hier te geraken, maar de materiële zaken... En zoals ik eerder zei, aan de ene kant tikt het ook wel weer een punt aan, want zoals ik zei, mensen zijn echt tegen van alleen maar druk. Doe soms even lekker niks en geniet van dit nummer. Het heeft eigenlijk een hoop energie voor mensen die helemaal niks willen doen. Ik vind het echt leuk. Ik vind het echt leuk klinken. Die tekening, wat mooi. Dat was een lekker stukje instrument. Heerlijk. Echt de maatschappij heeft dat bepaald, want volgens de maatschappij moet je altijd dat, dit, dus en zo doen. Soms moet je inderdaad lekker niks doen. Ik vind dit echt een goede. Dit moet je gewoon ophangen aan je deur, weet je wel, van die quotebordjes. Niks doen. Soms moet je gewoon lekker niks doen. Ik ben het helemaal eens met deze filosofie, de diepgaande mening over lekker niks doen. Ik vind het heel leuk. Dit is echt gewoon, lekker, wat meer feestachtige, catchy, leuke punkmuziek. En ik ben blij dat dit soort dingen de laatste tijd meer en vaker hoor en zie. Is het bekend? Totaal niet. Maar het feit dat het dan meer ontstaat en meer zie, betekent alleen dat er in ieder geval groei in zit. En de potentie is groot voor dit soort muziek, denk ik. Ik denk dat er heel veel mensen een beetje, ondanks dat je niet weten, een beetje smakken naar punk, rock en metal muziek, dat gewoon wat vrolijk is. Hè? Je kijkt naar Electric Cowboy, Penochirida, dat is in richting de metal, hè, vrolijkheid. Dan heb je dus deze band. Fokker gaat op zich vrij goed. En ik denk dat dit heeft nog veel meer potentie dan momenteel is. Gewoon wat leukere muziek. Ik werk dan op basisscholen. En daar zijn ze allemaal met Joost Klein bezig. Hè? En Fleming en dat soort dingen. En ik zou daar niet snel een muziek op zetten van, I don't know, een rocknummer in het algemeen. Wat best wel heftige thema's aantikt. Omdat ik dan denk van ja, is dat wat voor hun? Maar dit kan je gewoon aanzetten. Ik denk dat kinderen hier best wel zo van, ik zie ze helemaal losgaan op niks doen. Ik ga het gewoon een keer doen. Dat lijkt me echt lachen. Ik denk dat dit soort dingen gewoon nog makkelijk kunnen ook bij hun. En hoe het event of keert, de top 100 bestaat tegenwoordig uit like, de kinderen / tieners / begin. Eigenlijk iedereen onder de 20 is grotendeel van de top 100 en top 40. Dat zijn degenen die het meeste muziek luisteren op Spotify, dus de snelste hit genereren. Weet je wel, iedereen ouder luistert wel fanatiek muziek, maar niet zo fanatiek als die groep daaronder. En hype is daar veel meer, hè. Als er één iemand op de middelbare school het leuk vindt, en hij is een beetje een bekend iemand, of hij is een beetje populair, gaan anderen het ook leuk vinden, dat soort dingen. Dat is gewoon eenmaal, als je een hit wil maken, moet je de leeftijd onder de 20 eigenlijk aantikken. 20 en 30 kan ook nog wel. Maar het is helemaal zo dat de jongeren veel invloed hebben op muziek en populariteit. En ik denk dat dit veel meer aan kan slaan bij de wat feestende jongeren. Ik zie dit ook gewoon op 538 Festival op Koningsdag, dat was gisteren, staan. Als dit opneem was het gisteren. Ik zie dat er ook gewoon op staan. En dat mensen gewoon lekker springen op niks doen. Ik zie dat helemaal voor me. En dat mis je soms heel erg in rock. En ik ben dus blij om dat veel meer te zien. Ik vind dit echt leuk. En ik ben gewoon heel erg blij dat je meer van dit soort, ja, nummers hebt die soms helemaal misschien nergens over gaan, of over iets heel makkelijks, simpels, weet je, over niks doen, of over koffie, of over een poppetje, of kauwgom, of weet ik veel wat. Maakt niet uit, maar tegenwoordig kunnen punkbands uit Nederland daar nummers over maken, en ook richting de metal heb je nu wat bands die dat gaan doen. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Dus dat is vrolijker. Je moet zeker serieus muziek houden, want bepaalde thema's heel goed als ze gesproken worden, moet je ook zeker behouden, en maar dat zou ook niet weggaan binnen dit genre, daar zit echt diep verworven in dat genre, echt serieuze onderwerpen. Maar ik vind het leuk dat er wat meer van die, ja, dansbare, gezellige nummers komen uit punk, rock en metal. Zonder dat het per se gaat over seks, de drugs, zomer, een beetje van die popachtige nummers. Nee, maak wel een eigen vorm ervan. Hè? Niks Doen zal een popartiest niet maken. Roxy Dekker bijvoorbeeld heeft het over een Satisfyer en over Sugar Daddy. Dat zal Punk niet gaan doen. Punk gaat het lekker hebben over lekker niks doen. En ik vind dat super leuk dat dit een ding is. Vind je dus ook een leuk nummer? Zal die in de beschrijving staan. Mijn socials en de band socials staan ook in de beschrijving. Abonneer voor meer van dit soort video's. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.